Weer bij een kleine video. Mijn naam is Dion en vandaag ben ik weer hier met Dex. En dit is de tweede aflevering van onze zomer survival. Zeg eens hoi Dex. Hallo. Toen we net begonnen met de opnames of voor de opnames zagen we iets buiten. Ja. En dat leek ons wel een beetje raar. Want kijk. We zagen dit buiten. Een soort van is het. Vlam. Ja. Daar is er nog een. Huh? Oh, die hebben we niet gezien. Nee, we weten niet wat we daarmee moeten. Het lijkt op een... Wat moeten we hiermee doen, überhaupt? Wat, daar nog een? Oh. Misschien moeten ze ze achtervolgen of zo. Kan. Nog een? Volgens mij willen ze dat we hem achtervolgen. Nog één. Er nog één. Gewoon de hele aflevering zeggen. Nog één. Maar wat is dit? Misschien door de klimaatverandering. Nee, daar word ik echt geen grapjes over maken. Daar is er nog één. Waar? Oh, daar. Bij mij. Je zit gewoon hier ondertussen iedereen af te slachten. Daar nog één, daar nog één. Waar? Oh, daar. Daar nog één. Hoi. Hey. Gewoon de hele aflevering zeggen. Daar nog één. Oh ja, daar nog één. Daar. Een chest! Zien chest! Een chest! Oké. Ga jij hem maar openmaken, er zit rook achter. Waarom doe je me dit aan? Oké. En wij gaan er. Wat zit in die chest? Dex woord. Hoi, los met jullie. Sharnes 10. Smiting en Breaking 5. Wacht, Smite? Smite en Sharpness? Die kunnen toch niet in één zwaard? Oh nee. Huh? Huh? En er zit ook een boekje in. Misschien staat er niet in. Oh, mijne. De Dinant X. Dex. Efficiency. Oh, ik kan het echt niet uitspreken. Efficiency 10. Sharpness 10. Silk Touch 3. Een breaking 5. Dex. Oké, ik ga het voorlezen. Oh, wat? Dex en Dino. Dex en Dino. Dit geef ik jullie als geschenk. MVG iemand. Volgens mij is dat vriendelijke groet. Oh, met vriendelijke groet. Ja, sorry. Oké. Al die afkortingen. Ik ken maar een paar. Oké. Zit er iemand anders in deze server? Nee. Alleen wij tweeën. Hij lijkt wel een server die zegt... Nou, eerst pak ik even mijn zwaardje. Maar nog steeds, waarom zit die rook op? Waarom komt de rook uit de kist? Ja, dat vlag me ook af. Mag ik het water? Want ik ben Lake Blades. Luister, kijk. Mijn ex stond hier. Dus water is van mij. Nee, gast! Water is van mij, gast. Dank je. Misschien moeten we een berichtje terugschrijven naar degene. Ja, maar ik heb geen idee wat... Oh, geef maar aan. Wie moeten we net verlevelen? Want... Ja, maar wie schreef dat ook? Wat stond? Is verlevelen een woord? Wat? Ik zei verlevelen. Is dat een woord? Volgens mij niet. Oké, maar wat zullen we schrijven dan? Geef maar aan mij, ik weet wat om te schrijven. Oké. Oh, iemand. Met vriendelijke groet, iemand. Nou, wie nou die iemand? Maar waarom zit er dan rook? Waarom zit er dan rook achter en vuur? Ja, en hoe kan deze
Ja. Hoe komen ze überhaupt aan rook? Is er nog niet eens een campfire? Het lijkt echt magisch. Alsof die een magier is. Fucking... Kom. Maar hé, het is doodgewone survival, hè. En ja. Mijn vriend, die zei nog, hè, van... Slechte timing om te drinken. Ik vraag me ook af, hoe kan vuur zweven? Hoe kan je niet in fik gestoken worden door vuur? Hoe kan dit niet? Weet ik zelf ook niet. Dat zijn de natuurwetten van deze wereld. Oké. Onbekende. We hebben je geschenk geaccepteerd. En we willen graag weten wie u bent. Ja, dat zou... Daarom ja, dat was niet zo slecht. Willen wij u ontmoeten. We hopen snel een bericht van u te krijgen. Oké, zullen we eerst... Wacht, laat het eens zien. Oepsie. Ja. Goed, bekende, we hebben je geschenk geaccepteerd en we willen graag weten wie u bent daarom. Moeten we dit breken? We hopen snel een bericht van u te krijgen. Ja, dat vind ik wel goed. Maar... Oh, mijn camera is uitgevallen. Mijn camera is uitgevallen. Oh. Oef. Nou, goede timing, camera. Ja? Ik stop hem wel weer. Neemt hij nog op? Ja. Ah, oké, gelukkig. Ik ga 1 waterbucket voor mezelf houden. Ik zou dit maar zo laten... Gast, niet doen. Niet doen, kom. Waar is huis? Zijn de vlammen? Ah, de vlammen zijn er nog. Kom snel voordat ze weg zijn. Ik wil eerst even ons in de nacht even ons zwaard gaan uittesten. Kan, en mijn ex. Maar hoe kan je ook sharpness en smite op een zwaard hebben tegelijk? En hoe kan ik efficiency en sharpness... Oké, ik ga het uittesten. Dat klopt. Heb jij fire aspect of zo? Ja, ik heb zeker fire aspect. Nee, nu wil ik. Ik wil. Au. Gast, dat doet zoveel damage. Dat hij echt is van wie dan een hartje. Lekker vlees. Zo kunnen we wel gewoon vlees, gekookte vlees verzamelen, hè. Ja, dat wel. Of ja, jij kan alleen. Jij kan alleen gekookt. Hé, hey, kijk. Wacht. En dit gaat ook gewoon bijna niet kapot. In 1 keer. Ik kan niets doodmaken binnen 1 keer. 1 hit. Ik ook. Kan ik jou ook doodmaken binnen 1 hit? Kijk. Boom. Koe. Welke koe? Je moet even dieren gaan. Je moet even dieren gaan, doodmaken. Slachten. Jij... Het doet pijn. Creeper. Oh man. Nee, ik kan binnen 1 keer. Zoe back in the mine. Zoe back in the mine. Yeah, the pickaxe ringing from side to side. Side. Oh, good. Okay, ik heb Enderman gekeken. Good, sorry. Kom, we moeten weg! Oh, kut zo. Ga onder de boom staan! Help. Ah, ik kan er niet helemaal! Niet voor mijn beeld lopen. Oké, ik denk dat we beter even naar het huis kunnen gaan. Wat de fuck is ons huis? Die vlammen, die... Zijn de vlammen daar nog? Waar zijn de vlammen? Ik ga gewoon...
Oké. Oké, nu een magier. En er zit niemand anders in de server. Nu staat er. Oké, maar een bericht. En zo vind ik nog goed. Een flinking huis. Fuck, wacht. Wacht, ik ga de coördinaten opslaan. Ja. 0.1400. Oké, dit vind ik heel raar. Hoogte 70, boeit niks. Min 216 ongeveer. Oké, je hebt de coördinaten opgeslagen. Ik wil terug naar huis. Ik ook. En nu word ik een beetje bang. Wat denk je hoe ik me voel? Ah! Jij loopt er ook gewoon in. Ik schrok me kapot. Jij loopt er gewoon zo vol okay, met zelfvertrouwen in. Kijkers, dit is echt heel raar. Ik ben bijna dood, Waarom is dit een kruis hier van Jezus? Ik heb een kruis gevonden van Jezus. What the fuck? Zo, nu is het een... Nu is het een plusje. Ik heb strings nodig. Ik heb ze eigenlijk allemaal. Nou, goedemorgen Jezus. Hier, als geschenk. Oh, je hebt zon. Fucking. Oh, kut. Misschien is het huis hier wel dichtbij. Zo. Oh, ik weet niet wat ik aan het maken ben. Kutpin. We moeten echt naar huis gaan. Ik ben bijna dood. Wacht op mij. Ik heb het al. Pinnetje. Ik zie vlammen. Ik zie vlammen. En ik ben bijna dood. Heb een half hartje. Ben bijna dood. Ik zie vlammen. Ben bijna dood. Ik neem een risky, want ik ben toch zo risky. En ik ben zo fucking dom. Ik heb geen eten! Wat is dit? Daar! Volg mij! Ja, Pipo! Ik heb maar een half hartje! Ik zweer het je, ik wil echt geen skeleton tegen. Nee, je moet die skeleton voor me killen. Ik heb maar een half hartje. Ik wil die skeleton daar. Dief op! Ren naar binnen! Ah! Oh, ik heb geen... Nee, creeper! Creeper in ons huis! Kut. Nee, dat gaat ook... Dit gaat ook Len, gewoon niet goed, hè, de tweede aflevering. Nee! Hoe hebben we dit over? Kom, allemaal bizarre dingen te doen. Auw! Ah, mijn been! Dat is pijn. Hey, ik ga naar binnen. Doeg. Laat mij slapen. Slapen. Snel. Oh. Halleluja. Niet op die pressure plate staan. Hier zijn pressure plates. Oh, hey. Mijn kist. Dat was niet. Dat was okay. Mijn beleving. Heb jij eten voor me? Ik heb zeker wat. Ja, ik heb nog steeds een half hartje. Hoeveel heb je nodig? Hier heb je. Oh, wat lekker. Alsjeblieft. Dank je. Maar wat hebben we nou allemaal gezien? We hebben een geschenk gekregen. We hebben ook nog een huis gezien. Wat een beetje, hoe zeg je dat? Groen eruit zag. Toch? Beetje oud. Ja. Beetje oud-groenig. Natuurlijk. Ja. Zullen we niet beter een brievenbus gaan maken? Want hoe weet die... Ja, dat is wel zo. Of mevrouw dan anders waar wij wonen. Ik bedoel, hier zijn nog de vlammen. Maar... Ja, misschien moeten we gewoon een brievenbus maken. Heb jij nog hout? Ik heb geen hout. Prima. Ja, dan ga ik wel even hout. Waarom is deze boom... Waarom is die boom ook half afgehakt? Oh, dit is zo snel! Dit is zo snel met hakken!
Ik hou van deze. Ik hou van dit. Maar echt, wie was dat? Kijk, wie? Kijk. 1, 2, 3, 4. Oh, kut. Wie heeft ons opgesproken? Waarom komen er altijd creepers in ons huis? We moeten echt een dak gaan bouwen. Ai. Oh, ik heb nog lekker jouw kist. Wat? Nee, gast. Blijf van mijn kist af. Laat maar, ik heb het ook bij jou gedaan. Alleen niks eruit gepakt. Serieus, zit ik zo erg op te letten dat ik niet in hetzelfde gat val? Of val ik alweer in hetzelfde gat? Ah. Oh, ik heb even een beetje veel eten. Ja, hier heb je even wat eten van me. Doe maar alleen maar... Oh ja, schapenvlees. Wou ik zo. Ja. Even een chest maken. En dan maken we ook nog even fancy. Hè? Fancy. Hup. Trouwens, ik heb nog ergens een bordje hangen. Wacht voordat je gaat bouwen. Oh, ja, nee, ik heb hem. Ja, oké, prima. Kijk. We doen zo. Aan de kant. Oh, kut. Nee, oeps. Zo. Zo. Hatsi. Flatsi. Doe maar boven. Als ik kan. Ik stond erin. Dat is ook goed hoor. Oh. Gast, ik doe het wel hè. Ik doe het wel. Oké. Ik ga het wel ook nog fancy maken hè. Ik ben fancy boy. Yes. Zo. Oh ja. Brieven. Bus. Van brievenbus. Oh nee, nu moet ik echt weer naar school gaan. Brievenbus? Hoe schrijf je brievenbus? Met een V van vis of met een V van... Zo. Hoe? Ik ga het goed zeggen. Weet je wat? Doe het gewoon. Ik weet het zo niet. Van Dinant en Dex. Zo, goed zo. Kijk hoe mooi dat... Oh. Kijk hoe mooi dat is, hè? Ja, dat is mooi. En dan verwachten we later wel nog een berichtje. Nou, ik hoop dat jullie het eigenlijk leuk vonden. Ik hoop dat deze dingen hier niet voor altijd blijven. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op die blauw duim... Hé, mijn camera is er weer. Smash op die blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Zomaar Survival. Doei!